Tweede Kamer over het terugbrengen van het aantal kinderhartcentra. Dat zijn er nu 4 en de minister wil dit terugbrengen naar 2 of mogelijk 3. We hebben contact met Paul Lievers van het CMF. Goedenavond. Goedenavond. Ja, dit is een langlopend dossier. Ja, ja. Het geeft mij ook persoonlijk een déjà vu, meneer Sok. Want in 1984 speelde de toekenning van een andere specialiteit, namelijk de harttransplantaties. Toen werd ik in Rotterdam, toen nog Dijkzicht. En ik kan me herinneren dat toen op een gegeven moment Rotterdam besloot, nou, dat gaan we niet afwachten welke centra dat gaan worden. We gaan op een zaterdag, goed voorbereid, maar geheel onverwacht voor de rest van Nederland, een harttransplantatie uitvoeren. Dus toen speelde al de competitie, de machtsstrijd, mag je wel zeggen, tussen de verschillende centra. Ja, is dat het? Is het een machtsstrijd? Het is voor een deel een machtsstrijd. Ja, weet je, tegelijkertijd begrijp ik wel de minister, ook de vorige minister, Hugo de Jonge, dat hij met deze plannen komt. Want je praat over een moeilijke operatie waar maar een klein aantal chirurgen in staat toe is om die uit te voeren. En het is niet alleen de chirurgen. Het zijn ook de anesthesisten, de intensive cares die de kindertjes op moeten vangen. Het gaat over kleine kinderen, het gaat over baby's. Het gaat ook om de cardiologen die erbij betrokken zijn. Het is een hele keten van zorg. En om de kwaliteit is het een verstandig iets om die te concentreren. Ja, u snapt het dus deels, maar aan de andere kant, er is ook wel ontzettend veel weerstand. Er is weerstand, ja. Er zijn 2 soorten weerstand. Er zijn mensen die denken van, ja, als het verder weg is voor mij, dat geeft onzekerheid van hoe moet ik dan mijn bestaande lijn met de cardioloog en met het centrum waar ik al een band mee heb, hoe moet ik dat voortzetten? Die onzekerheid snap ik. Toch denk ik, ja, kwaliteit gaat toch voor. En een rare vermenging vind ik wel, wat op dit moment speelt, is ja, de problematiek rond gaswinning in Groningen. Dat wordt op één hoop gegooid met deze problematiek. Terwijl het heeft natuurlijk helemaal niets met elkaar te maken. Nee. Dat er gaswinning problemen geeft en dat daar compensatie voor nodig is enzovoorts. Dat is een punt. Maar dat heeft niet te maken met hoe te verdelen de zorg rond hartpatiëntjes. Nee, het is een ontzettend kwetsbaar rapport, denk ik, of een dossier. Hoe kijkt u daarna dat de minister opnieuw onderzoek weer gaat doen? Ja, dat zie ik toch vooral als tijdrekken. Ik denk dat ook Hugo de Jonge al voldoende informatie had om dit soort besluiten te kunnen nemen. Dat de Nederlandse zorgautoriteit er ook nog een keer naar kijkt, kan geen kwaad. Maar de feiten zijn redelijk helder. Ja. Hoe zou u het vinden dan als dit daadwerkelijk doorgevoerd zou worden? Dat het van 4 naar 2 eventueel gaat? Ja, ik zou denken, kijk, het is zo anders of je praat over verloskundige zorg of op een SEH. Die wil je echt op aanrijdtijd hebben, die kort is. Iedereen heeft die gewoon nodig. Maar dit soort hele specialistische chirurgie, het is wel heel erg Nederlands om te denken dat we dat overal op een half uurtje rijden moeten kunnen bereiken. Ik zou zeggen, als ik zo'n kind zou hebben zelf, die zo'n operatie nodig heeft, veiligheid gaat voor. En dat heeft te maken met kwaliteit van zorg. Ja, en in die zin zegt u ook, er verandert niks voor de zorgvragen voor het kind. Nee, dat kind moet gewoon veilig geholpen worden. En dat heeft baat van een centrum waar al die specialismen, niet alleen de chirurgen, maar ook die anderen die ik noemde in die keten, aanwezig zijn. En voldoende ervaring hebben en deskundig zijn, ook qua opleidingscapaciteit. Ja, en afrondend, hoe denkt u dat dit gaat aflopen dan? Nou, het zou me zeer verbazen als het zou leiden tot bestaande 5 centra. Het zijn er eigenlijk 5 op dit moment. Amsterdam en Leiden werken samen. Ik verwacht toch wel dat er een concentratie gaat komen naar waarschijnlijk 2 centra, hooguit 3. Ja, oké. We houden het in de gaten. Dank voor de toelichting, meneer Lieversen. Graag gedaan. Ja.